Yo, kijkers, ik snel. Mijn naam is Wessel. Vandaag ben ik terug met NAC aflevering 20. Ja, ja, de 20 afleveringen hebben we in ieder geval al bereikt. En dit is ook bijna het einde van het eerste seizoen. Ik denk dat dit de ene laatste aflevering is van seizoen 1. En in deze aflevering gaan we dus spelen tegen Vitesse, spelen tegen Willem II, spelen tegen Sparta en tegen Ajax. Maar 4 wedstrijden om te spelen vind ik wel veel in een aflevering, want het wordt een lange aflevering. Dus ik moet er waarschijnlijk 1 gaan simuleren. Ik wil Vitesse niet simuleren, ik wil Willem II helemaal niet simuleren. Sparta's Ajax natuurlijk ook niet simuleren en Ajax natuurlijk ook niet. Dus ik denk dat het dan maar dat ik Vitesse ga simuleren. Ze staan vierde. Nou, dat is riskant. We gaan gewoon spelen, we gaan gewoon kijken hoe het loopt. En anders doen we gewoon 4 wedstrijden in een aflevering. Maakt verder ook niet uit. Alleen is het wel een lange aflevering. Wereldklasse, 4 minuten. Oké, en dat is even gedaan tegen Vitesse in het Radverlegstadion. We gaan gewoon meteen beginnen. We kunnen de vierde plek officieel overnemen als we deze wedstrijd weten te winnen. Misschien nog wel de derde plek. We gaan het zien. We gaan gewoon ons best doen. We gaan gewoon zo hoog mogelijk proberen te eindigen en de beker proberen te winnen. En gewoon Europa League voor een seizoen. Oh shit. Lucas Stanjos met een schot. Heerlijke redding van Birigiti. Oké, daar komen we dus goed weg. Of staat Teunkens in het goal? Ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij Birigiti gewoon als baaskeeper. Op dit moment nog. Voor een seizoen is het natuurlijk wel Teunkens. Maar ja, dat was Vitesse even gevaarlijk. Oké, El Lucci meegeven aan Cachera. Cachera schiet maar in één keer. Oh, wat een redding van de keeper van Remco Pasveer. Dat was Cachera's. Had zijn verlossende goal kunnen zijn. Dat is er nog niet. Hopelijk gebeurt dat wel snel. Want anders blijft het zo. Blijft hij strijden tegen zijn doelpunt. En dat is natuurlijk alleen maar tegenstrijdig. Hier krijgt hij nog een kans. En die schiet hij over. Dat had 2 keer 1-0 moeten zijn van Cachera. Maar het staat nog 0-0. Dus. Oh shit, Brian Lintz hier aan de zijkant. Waarom spreek ik altijd zo met de way out? Het is gewoon Brian Lintz hier aan de zijkant. Geeft hem voor. Angelino, ook wat gebeurt er? Oké, van de lijn gehaald. Je moet oppassen, laat ze niet schieten weg, die bal, Marie. Oké, Brian Lintz naar Tulani Serrero. Terug naar Brian Lintz, hè. Moet oppassen. Oké, prima weggewerkt. Misschien kunnen ze zelfs counter als Cachera het duel wint. Gaat het duel ook half aan. En hier is Brian Lintz weer. Giovanni Kort moet ervoor blijven. Floranes, prima tackle. Nee, vrije trap op een gevaarlijke plek voor Vitesse. Dit wordt toch spannend. Laat ze niet scoren. Laat ze niet voorgeven. Ja, dat gebeurt sowieso al trouwens. Maar ik bedoel. Oké, Karel Metz aan de zijkant. Vraag me niet wat hij aan de zijkant doet. Cachera, wat doe je? We kunnen nu met Garcia afmaken. Garcia, 1-0. Ja, ja, ja. Een counter in de 51/52e minuut. Manu Garcia met doelpunt. Goed gedaan van Metz. Cachera liep de ruimte mee. Dus eigenlijk was het goed gedaan van Cachera. Dus is toch Cachera toch wel weer belangrijk. Ondanks hij niet heeft gescoord. Al 8 wedstrijden brein niet. Moest kijken, hier Cachera loopt de ruimte. Metz kan er binnen. Geeft aan Manu Garcia. En Manu Garcia is de laatste wedstrijd alweer voor hem. En dat bewijst hij nu weer. Heerlijk doelpunt. Staan 1-0 voor tegen Vitesse. Onterecht. Maar we staan voor. Oh shit, oh shit. Vitesse is hier gevaarlijk. Floraan is goed gedaan. Maar dat is weer slecht wegwerkt van Eiting. En nu kan Eiting zelfs een aanval opzetten. Oké, kom op. Dit gaan we proberen wel uit te spelen. Eiting is niet de snelste, dat weten we. Gelegd terug op Vloed. Vloed schieten. Oké, 2-0. Wij zijn echt de counterploeg. Deze Caremo, het eerste seizoen zelf, is pure counter van ons. Wij zijn gewoon het beste counterteam in de Eredivisie op dit moment. We staan niet voor niks omhoog. En nu nemen we de vierde positie van Vitesse ook nog eens over. Door met 2-0 overwinning te winnen. Waarschijnlijk kan altijd nog veranderen. Maar het zal geen 2-2 meer worden. En het zal ook geen 4-0 meer worden. 3-0 denk ik ook niet. Goed gedaan van Eiting. En heerlijk ingeschoten van de in vorm verkerende Rij Vloed. Prima, prima. Oké, Cachera versnellen. Cachera kan misschien de 3-0 nog maken. Dat moet hij doen. Hij schuift hem naast. Cachera. Doelpunten lukken echt niet. Assist heeft hij wel. Hij heeft ook goede loopacties. Ook mede dankzij hem hebben we met 2-0 gewonnen van Vitesse. 3 punten. Dus als het goed is, neemt de 4e positie over. PSV moet tegen AZ en staan nog 0-0. Dat is ook een spannende wedstrijd. Want stel, we worden 3e. Zijn we direct gekwalificeerd voor de Europa League. Dus het is ook spannend bovenin. Wij draaien ook mee. Als je kijkt naar het team. Op zich, we hebben op zich wel een redelijk stevig goed team. En kijk nou mensen rating jongens, 98, hoe insane is dit? Ik ben zo blij met deze Caremo, het is het leukste Caremo die ik sinds tijden heb gedaan. En de manager rating zegt alles van dit seizoen. PSV heeft gewonnen, we staan op dit moment 4e met evenveel punten als Vitesse waar we net van hebben gewonnen. De topscorer is Lozano, Jurgensen en Younes. Niemand van ons.
Ambrose is niet blij dat hij niet zoveel speelt. Deal with it. Het spijt me, maar we hebben gewoon meerdere, heel veel spelers, zeg maar. Maandelijkse scout update. Ik denk dat het in ieder geval Soepswaar zit. We gaan degene die redelijk oké zijn, gaan we wel contacteren. Aangezien wij ook NAC zijn. Maar zo niet het beste fucking team van heel de wereld. Dus de wedstrijd tegen Vitesse, tegen Willem 2. Gaan we dus met het basisteam spelen. Beter een paar aanpassingen, jullie gaan het zo zien. En hopelijk kunnen we de wedstrijd ook winnen. Oké, dit is de opstelling waarmee ik ga doen. Ambrose, Elalucci, Vloed, Mets, Aitink, Garcia, Floranus, Meijers, Marie, Angelino en Teunkens in goal. Een beetje een andere opstelling dan normaal. Maar moet iedereen speeltijd gunnen. Wereldklas 4 minuten. En wij gaan Willem 2 proberen in te maken. Ik moet mijn nederlaag van de vorige keer tegen Willem 2 moet ik recht zetten. Oké, de derby van seizoen. De tweede derby dit seizoen tegen Willem 2. De vorige keer hadden we verloren. Dat was heel pijnlijk. Ik was er ook flink chagrijnig over. Want van Willem 2 wil je natuurlijk niet verliezen als NAC zijnde. En dat gaan we dit keer weer niet doen. We gaan gewoon proberen te winnen. En we gaan ons best doen tegen Willem 2. Er gaan waarschijnlijk net als de vorige wedstrijd veel kaarten vallen. Want we gaan hard de duels in. Oh shit, Willem 2 is flink in de aanval. Want ze willen natuurlijk ook winnen van dit NAC. En vooral sowieso van NAC altijd winnen. Maar helemaal van dit NAC. Maar dan gaan we natuurlijk Willem 2 niet laten gebeuren. De kruiken mogen niet winnen van ons. Dus wij gaan gewoon uitstekend ons best doen. En proberen geen tegel te krijgen hier. Net als vorige keer komen we op achterstand. 0-1 achter in de 14e minuut. Iemand wordt gewoon naar beneden getrokken. Hoort gewoon een overtreding te zijn volgens mij. Maar ja, oké, FIFA werkt niet mee. Dat heb je wel eens. En dan staan de kruiken voor en dat willen we niet zien. Hier kan ik... Moet eens kijken. Oh, hij struikelt. Wat een pannenkoek. Oh, Angelino. Ja, een mooi doelpunt. Ik heb er niks over aan te zeggen. We moeten zo snel mogelijk recht zetten, want 1-0 achter tegen Willem 2, dat wil niemand. Oké, Elan Koer hier aan de zijkant. Angelino goed bijgebleven. Ze zijn nog steeds aan de bal. Ik weet ook niet hoe dit kan. Net spelen we zo goed en nu spelen we gewoon echt verzwakt. Maar we kunnen hier een aanval opzetten. Nu meegeven. Kom op. Angelino, leg maar terug. Daar is Mets. Mets. 1-1. Karel Mets. De notabene en centrale verdediger in het middenveld dit moet doen. 1-1. Maakt niet uit. We staan hier voor weer gelijk. We zijn terug in de wedstrijd. En nu gaan we ze inmaken. We gaan proberen zo snel mogelijk 2-1 te maken. Zo snel mogelijk winnen. Want gelijk spel thuis tegen Willem 2 is niet goed. Een nederlaag is helemaal slecht. Maar dit is wel goed uitgespeeld. Prima overzicht gehouden van Angelino. En prima gedaan van Karel Mets. Hij had eerst nog moeite met aannemen. Maar voor de rest 1-1 tegen Willem 2. Ambrose diep gestuurd. Heerlijke paas van Elalucci. Ambrose naar binnen. Schiet maar. Dat was niet het schot wat ik wou. What the fuck? Penalty? Wat gebeurde er? Ik heb het niet gezien. We krijgen in ieder geval penalty. Dat is heel erg goed nieuws. En voordat ik het vergeet gaan we Cachera er nu in brengen. In plaats van... Ambrose doet het goed. Garcia is een beetje onzichtig aan die flank. Dan zetten we Cachera erin. Dan doen we Vloed er ook uit halve straat, man. En dan kan Cachera de penalty nemen. En hopelijk kan hij hem dit keer wel scoren. Eindelijk... Van zijn verlossende, ja, nul af om zo maar te zeggen. Tenminste, hij heeft 8 wedstrijden niet gescoord. Wat gebeurde hier? Oké, hij duwt Elalucci omver. Dat is heel slim gedaan. Cachera mag het gaan doen voor ons. Kom op, rechterhoek. Eindelijk 2-1, heerlijke voorsprong tegen Willem 2. Cachera, na 8 wedstrijden, scoort hij eindelijk weer een doelpunt. Hij is de laatste 3 wedstrijden fucking belangrijk geweest met assist en zijn loopacties. Maar nu weet hij eigenlijk weer te scoren. Hij is terug, jongens, tenminste. Hij heeft weer een doelpunt. Niet de beste penalty ingeschoten, maar hij zit. En zo staan we voor tegen Willem 2. Oké, Angelino hier aan de zijkant. Geef maar voor. Daar is Ambrose. Schiet maar. Zo, dat is een goede redding van Wellerover. Ik kan zijn naam niet uitspreken, sorry. Angelino hier nog met de corner. Ambrose kan weer koppen. Weer een redding van de keeper van Willem 2. Angelino terugleggen op Marie. Elalucci, Mets, Cachera, terug naar Elalucci, nee dat lukt net niet. Oké, de vorige keer hadden we verloren, nu hebben we gewonnen van Willem 2. En dat is een heel lekker gevoel jongens. Vooral om te weten dat Cachera ook nog eens heeft gescoord. We hebben het goed gedaan, veel meer schoten, minder balbezit, maar dat zijn we gewend. Ik heb ook nog een slecht nieuws voor jullie. En
Ik heb weinig tijd dit weekend. En zondag moet gewoon Nakkerin moet online komen. Ik moet nu eigenlijk echt weg. Dus jullie voelen het al aankomen. Ja, ja. Sparta. Ajax. Heerenveen. En Twente. In de volgende aflevering. Ik beloof dat dinsdag de seizoensfinale... Of dinsdag of woensdag, sorry, dinsdag of woensdag de seizoensfinale van NAC online komt met de bekerfinale, met de seizoensfinale gewoon. Sorry dat ik deze aflevering niet doe, in ieder geval, we hebben wel progressie geboekt, we staan natuurlijk vierde, we hebben Vitesse ingehaald. En ja, we doen het gewoon echt heel erg goed. We hebben wel net zoveel doelstellingen dan Vitesse, dus daar moeten we oppassen dat ze ons niet weer niet inhalen. We gaan nog een training doen, dan sluit de aflevering af. Kunnen we gewoon... De 150 likes halen. Dan ga ik zo snel mogelijk de seizoensfinale opnemen. En zo snel mogelijk de seizoensfinale online knallen. De wedstrijd tegen Ajax dus. En het einde van de competitie. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Laat een like achter, abonneer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later mensen.